Ik ga laten zien hoe je een poncho kan maken op een vlinderloem. Ik heb daarvoor deze vlinderloem gebruikt, die is 23 bij 23 centimeter. Dit is het materiaal wat ik heb gebruikt. Ik heb een pluizig dun garen gebruikt om mee te winden. En ik heb een dun acryl garen gebruikt om de knopen mee te leggen. En het resultaat is... dit pluizig open vierkantje met lussen bestaande uit drie draden. Dus ik heb het zo omwonden dat er op iedere uitstulping drie draden zitten. Aan de achterkant dan natuurlijk na het winden. En in totaal heb ik voor deze poncho 64 van dit soort vierkanten gemaakt. En daar ben je wel even mee bezig. Dat heeft me echt weken gekost. Maar ik moet zeggen dat het wel de moeite waard is. Kijk, voor je aan deze poncho gaat beginnen, eerst naar de twee andere filmpjes die ik gemaakt heb over de vlinderloem. Dus de uitleg over hoe een vlinderloem werkt, hoe je het moet winden en knopen. En het andere filmpje gaat over hoe je de vierkanten aan elkaar kan vlechten. Dat is de techniek die ik heb gebruikt om deze poncho in elkaar te zetten. Ik krijg regelmatig vragen over waar kan je nou dat soort spullen kopen. Zo'n vlinderloem of in mijn andere filmpjes gebruik ik ook breiringen en zo. Ik koop al mijn materialen in handwerkwinkels en hobbywinkels. En als je op bepaalde termen zoekt op internet, dan kom je zeker winkels en webshops tegen die deze materialen verkopen. Dus als je op zoek wil gaan naar deze vlinderloem, zoek dan op internet op de term butterfly loom, vlinderloem of vlinderweefgetouw. En dit weefgetouw is 23 bij 23 centimeter. Dit is hoe de poncho in elkaar zit. Ik had al verteld, 2 keer 32 is 64 vierkanten in totaal wat je nodig hebt. En we maken 2 keer hetzelfde figuur. Dit is dus de voorkant en de achterkant van de poncho. Dus je maakt 2 keer ditzelfde patroon. Aan de zijkanten de schouderkanten. Aan de bovenkant in het midden de halsopening. En ik heb pijlen gezet voor de duidelijkheid om te laten zien hoe je de vierkanten aan elkaar moet vlechten. Je start dus aan de onderkant en je vlecht zo naar boven. En op de schouderkanten zetten we ze tijdelijk even met een draadje vast. Die laatste lussen die je overhoudt. Dus deze schouderkant en deze schouderkant. En in de halsopening, dus bijvoorbeeld deze en deze en deze en deze, die zet je al definitief vast. Dat kan je gewoon doen met een draadje van hetzelfde materiaal en dan een dubbele knoop en dan afknippen. Het zal aan het einde echt niet opvallen dat die draadjes daar zitten. Al die andere draden hier die op de schouderkanten zitten, die gaan we er uiteindelijk weer uithalen, want we gaan de voorkantlap en de achterkantlap op de schouders aan elkaar vastzetten en dat doen we met dezelfde techniek, met de vlechttechniek. Ik heb ervoor gekozen om bij deze poncho redelijk open vierkanten te gebruiken en voor het vlechten heb ik één verandering aangebracht. In het filmpje waarin ik laat zien hoe je de vierkanten aan elkaar kan vlechten, start ik met vlechten bij de eerste lus aan de zijkant, dat is deze. En dan gebruik ik die hoeklus niet. En voor deze poncho heb ik ervoor gekozen om het vlechten wel te starten bij de hoeklussen. En dan heb ik het dus over op deze punten. Gebruik ik dus wel de hoeklussen. En deze kant dus ook. En hier aan de bovenkant ook. En in de halsopening ook. Dan eindig je dus bijvoorbeeld als je van rechts naar links vlecht. Dan start je dus bij de hoeklus. Dan de hoeklus van de tegenoverliggende vierkant. En dan zigzaggend iedere keer een lus opnemen.
En je eindigt dus helemaal aan het einde, bij de schouderkant en bij de halsopening, ook met een hoeklus. En die zet ik dan dus met een draadje vast. Ik ga de vierkanten aan elkaar vlechten en ik start hier rechts onderin. Ik neem de lussen het meest op de hoek van de onderste vierkantje. En dan neem ik die van de hoek van het vierkantje daarboven en die lus haal ik door. Dan spring ik over weer terug naar deze kant. Lus pakken, doorhalen en dan weer de lus direct ernaast. En weer overspringen. En dan weer de lus ernaast. Ik heb de laatste lus van deze rij doorgehaald. Dat is de lus rechts bovenin op de hoek. En die moet ik nu even gaan vastzetten. Daar gebruik ik een los draadje van hetzelfde materiaal voor. En omdat ik deze hoeklus als laatste heb doorgehaald, klap ik die nu over naar de andere kant. En die ga ik vastzetten aan de eerstvolgende lus hier aan de zijkant. Draadje gewoon doorhalen en een knoopje leggen. En dat hoeft niet heel stevig vast te zitten, want deze kant, deze bovenkant, wordt de schouderkant, zeg maar. Dus die gaan we nog aan de andere lap vastzetten en dan vlechten we al deze lussen nog een keer door elkaar heen. Dus dan wordt deze als het ware gelijk weer vastgezet, maar deze... Dit draadje is nu even om ervoor te zorgen dat deze vlecht niet loslaat. Ik heb nu 3 lange banen afgemaakt. Van rechts onderin naar links bovenin. Deze linkerbovenkant is dus een schouderkant. Dus deze is aan elkaar gezet. En deze rij. En deze rij. En nu ben ik aangekomen bij de 4e rij. En dan eindig ik in de halsopening, hier aan de voorkant, midden voor. En daar moeten we de draad al wel definitief vastzetten. De laatste lus van deze baan ga ik dus hier in de halsopening aan de voorkant vastzetten.
deze twee banen hier links, die liggen nog helemaal los. Dus ik kijk nu alleen maar naar deze baan. En die laatste lus, die laatste rechterbovenlus, die ga ik nu definitief vastzetten aan de lus links daarvan. Met een los draadje. Met een dubbele knoop. En dan afknippen. En dat zal later helemaal niet meer opvallen. En nu de laatste vlecht van rechts naar links. En ook die gaan we hier in de halsopening gelijk definitief vastzetten. En nu gaan we precies hetzelfde nog een keer doen. Alleen beginnen we links onderaan en gaan we naar rechts bovenaan. Deze twee in de halsopening worden gelijk weer vastgezet. En deze drie banen zetten we hier rechtsbovenin op de schouders tijdelijk vast. Dit is de manier waarop ik de twee delen aan elkaar ga vastzetten. Dus het voorpand en het achterpand leg ik beide met de mooie kant naar boven op de grond met één schouderkant naar elkaar toe. En die ga ik dus aan elkaar zetten. Begin vanaf de onderkant en dan vlecht ik op dezelfde manier als dat ik al die tijd al heb gedaan, alles aan elkaar. Deze keer ga ik op de hoeken, de hoeklussen, wel laten zitten. Dus ik ga starten met vlechten met de eerste zijlus van de rechterkant. Daarna draai ik het ene pand naar het andere pand toe en dan ga ik die kant aan elkaar zetten. En hier kom ik dus bij die lus, die eindlus van deze vlecht. Draadje eruit. En gewoon meevlechten. En aan deze kant werkt dat hetzelfde. Als laatste heb ik nog een gedraaid koord gemaakt van ongeveer een meter lang. En die heb ik op dit punt door de poncho heen gestoken. En dat heb ik op deze manier gedaan. Ik heb een koord gemaakt van hetzelfde materiaal, zodat hij het minst opvalt. Dan neem ik gewoon op deze manier door de vierkantjes heen gestoken. Dus door de laatste vierkantjes van die rij. En ik ben begonnen hier aan de voorkant, zodat hier ook de strik uiteindelijk
komt. Dus je start hier, dan ga je hem er doorheen weven en dan aan de achterkant op het rugpand op dezelfde manier terug naar beneden en weer omhoog en dan hier over de schouder weer deze kant op en dan hier door hetzelfde vierkantje weer naar buiten en dan een strik maken. Eerst even aantrekken natuurlijk rond de hals en dan is de poncho helemaal af.